De organisatie van de wereldkampioenschappen tafeltennis zit in de financiële problemen. Het WK vond in mei dit jaar plaats in Ahoy. De organisatie heeft van de rechter voorlopig uitstel van betaling gekregen. De problemen zijn ontstaan door tegenvallende toeschouwersaantallen en hoger uitgevallen hotelkosten. De organisatie verwacht uiteindelijk alles goed te kunnen afhandelen. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. In de afgelopen 3 maanden is de tunnelbuis van noord naar zuid schoongemaakt. Daarbij is asbest weggehaald en zijn de ventilatieschachten schoongemaakt. De buis aan de oostkant van de tunnel gaat volgend jaar een aantal maanden dicht. Woensdag is het wisselend bewolkt. Plaatselijk valt er een regen- of onweersbui. Het is drukkend warm met temperaturen nog wel van zo'n 24, 25 graden diepe landinwaarts.